We gaan naar de laatste comedie. Maar het goede nieuws is dat het niet zomaar iemand is. Het is iemand waar ik ook weer heel veel zin in heb om naar te gaan kijken. Hier is die Stefan Bok! Hallo! Hallo! Het is wel elke keer bijzonder als Theo Maassen je aankondigt gewoon. Hij heeft gewoon ooit een keer een voetbalbeker gestolen met PSV Eindhoven. Ik weet nog wel dat toen hij het deed, heeft hij echt heel veel pers gehaald. Ja, ik ben niet zo bekend, dus toen had ik bij mezelf besloten, weet je wat ik doe? Ik ga ook gewoon een voetbalbeker jatten. Maar ja, ik kom oorspronkelijk uit Rotterdam. En ik voelde de afgelopen 12 jaar niet echt een prijs te jatten. Maar goed! En nou? Want dat is je plan. Nou, ja, ik heb nu een vlucht geboekt naar L.A. Gewoon kijken of het vertaald ook werkt daar. En dan probeer ik daar wereldberoemd te worden. Eigenlijk gewoon net zo beroemd als hier. Dat is eigenlijk groot. Succes in Nederland weet je te veel. Ja. Dus je dacht, weet je wat? De grootste droom is toch 5 minuten in een late night programma. Op tv? Ja. Maar heb je al optreden staan daar? Ja. Maar dat is zo gaaf dat je gewoon niet meer denkt in grenzen van... Ik merk in ieder geval geen taalbarrière. Dat hoop ik in ieder geval niet te ondervinden. Jij bent in het Nederlands ook nauwelijks te verstaan. Ik bedoel, het verschil kan alleen maar vooruit. Dat verschil is minimaal. Dat kan nooit. Ja. Like a sound you hear that lingers in your ear, but you can't forget from sundown to sun. The place? Los Angeles. Los Angeles is what's happening. Los Angeles is what's happening. California. LA woman. This is LA. California dreaming. In LA. I'm in LA, bitch. Hey Dikke! Hey! Hey, ik ben er! Kom even langs! Ik ken niet zo heel veel mensen hier in LA, maar het maakt niet uit. Er zijn tegenwoordig manieren voor. Ook goed, ook goed, ook goed, ook goed, ook goed, ook goed. Hey! Hey Caroline! Hey! Doe even open. Oh, hey! What's up? Check out my view! Wow! Dun, 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 dun. Wow! Kijk dan. Ik gok dat die zwarte auto daar een bom heeft. Dat is wel de enige auto aan mijn kant van de straat. Hoeveel is het? $73. Vind het goed? Wil je naar het Hollywood sign? Ja, heel graag. Ik heb nog nooit een optreden, hè, in het Engels? Nee. Dat gaat goed. Ja? Ja, heel goed. Beter dan in Nederland? Ja, weet je, soms heb ik wel het gevoel dat ik beter ben. Ik heb een gimmick, weet je. Je slechte accent. Ja, mijn slechte accent. I'm Dutch. And I'm here in Hollywood to make it. Like everybody else. Maar hoe moeilijk is het hier om te spelen? Stel dat ik hier ga spelen. Nee, het lukt je niet. Is niet te doen? Nee, ja. Je moet ook wel een beetje aanleg hebben, hè. En waarom lukt het jou dan wel? Als een comedian naar Amsterdam komt, dan vragen ze mij om hun te boeken. Want ik boek dus nu ook het Amsterdam Comedy Festival in Toemler. Mm. Dus ik heb ze iets terug te bieden. Dus als zij mij hier helpen, kan ik hun in Europa helpen. En zo help je elkaar. Want maar dat heeft dus niet zoveel met kwaliteit te maken. Dat gaat echt niet... alleen over contact. Ja, dat is hoe ik binnenkom. En dan moet je goed spelen. Wat is dan uiteindelijk het ultieme doel? Ja, dat is gewoon 5 minuten bij een late night programma. Dus Conan O'Brien of Jimmy Kimmel. Hoe realistisch is dat? Heel. Ja? Mag ik lachen? Nou ja, dat mag wel. Maar ja, je moet het wel zeggen. Wat het jou oplevert is spelen in LA. En dat je meedoet met de Champions League van comedy. Ja. Dat vind ik gewoon heel belangrijk. Dat want je zit meet in LA, New York. En New York. En Amsterdam. Wij tweetjes. Ja, yeah, I know what it is. Ja, yeah. I can be there in like 15 minutes. Cool, I'll see you there. Should take it. Yeah. You like that?
think you're gonna come up here? Are you actually gonna come up on stage? What are you gonna do about it? Oh, I'm not backing down, bro. There was a professional wrestler, you know, with like bleach blonde hair, too much peroxide dripped into his brain, and he came on to stage while I was on stage and then kneed me in the groin. And look, I'm happy for the attention that it brought me because a lot of people saw the video and stuff, but also I don't want people to be like, oh, you're the comedian. Yeah, I mean, in order to build a fan base, you just have to find a way to be memorable to people. You just hope that that way is something that you want to be remembered for. Yeah, but is it in a way that you try to make money out of LA to stay in LA? Yeah, it's a huge catch 22 because it's you have to stay here to get the notoriety and the credits that you need to go out and be a recognizable headliner, but you have to leave Los Angeles in order to make money at stand-up. To stay in LA. Yes, exactly. So it's all a balancing act. Yeah. So what are your personal goals? Well, I'd love to hang out with comedians that now know that I do comedy and they appreciate my comedy. Like, it's not like, I'm not like a freak show, like, oh, that's comedian. That's, no, it's like, you're good. Yeah. You're a good comedian that happens to be Dutch. Yeah. That's what I would love. Yeah. Ik kan vanavond optreden bij Comedy Club Flappers vanwege Grant. Die headlined vanavond en die heeft mij ook in de line-up gezet. Wat super relaxed is, want dan kan ik weer gewoon wat optreden hier in LA. En uiteindelijk is dat toch wel het belangrijkste. Ik heb de speellijst gekregen voor vanavond. En ik ben nu iets minder enthousiast geworden door Flappers. Wat Flappers heeft gedaan, die heeft allemaal amateurs voor mij gezet en Grand Lion. Maar die moeten dus vrienden mee hier naar binnen nemen om überhaupt te mogen spelen. En die vrienden moeten gewoon $15 en 2 drink minimum betalen. En ik word niet betaald, maar hier zijn nog twee andere zalen, daar wordt ook comedy gedaan. Het is een soort van comedyfabriek. Het heeft een beetje een naar smaakje dat iemand hier achter de schermen gewoon kaart geld over ons rug aan het verdienen is. Omdat iedereen heel graag wil optreden. Maar goed, stage time is stage time. En ik ben maar één keer in LA. Ready for next comic? All right, please get Stefan, come! Hello. So I'm from Amsterdam. Okay. I flew in last week. When I came over, I thought, you know what? I gotta follow the American news, and somebody told me, yeah, you should check out Huffington Post. So I went to Huffington Post, but I made a typo. And you know what? Huffington Post is a really popular website. And what porn sites did, they bought up websites that are kind of like popular websites. So if you make a typo, you end up at a porn site. Because I wanted to go to www.huffingtonpost.com, but I made a typo and I typed in www.youporn.com. But that's a porn site. It has nothing to do with the news. I mean, there's new stuff up there every day, but it doesn't inform you. Well, it does inform you, but not about. No, but it's true. Kevin Pope. That's so funny, right? Holy shit. How did it feel inside? Oh, it was great, man. Such a fun trio. No, I liked it as well. Like, first when I got in, I was like, okay. Then I got on stage and I felt the freedom to do new material. Those are the nights that, like, you get off stage and you're like, oh, this is why I do comedy. Yeah. This I need these reminders of why I do comedy. I don't get kneed in the balls all the time. Oh. And for the first time in my life, I'm all doughy across the midsection here, like I can grab onto something. True story, recently I bent over and the middle button on my shirt just popped off. My first thought was honestly, nah, I don't need that button. I have a feeling that this would work for TV. Oh, totally. Yeah? Yeah. It's clean, it's funny, it's personal, like all of that sort of stuff. That's what you need to, like, especially your unique perspective. I feel like your unique perspective comes across. Matt Kirsten, dat is een Britse komiek die ik een paar jaar geleden heb leren kennen in Amsterdam.
Hij heeft daarna meegedaan aan wat televisieprogramma's hier in Los Angeles. En toen heeft hij besloten om hier gewoon te gaan wonen. Hij heeft mij nu uitgenodigd om te gast te zijn bij zijn podcast. Very funny comedian and comedy writer Stefan Pop. Thanks for having me. Oh, thanks for coming, man. Well, podcast is one of the things we don't really have in Holland. It's not really that popular. So I was interested in what a podcast is. And what a cultureless place. Yeah. Don't you like listen podcasts a lot in the car? That's true. There's not a lot of waiting in Amsterdam. You've eliminated the inefficiencies that we need to have podcasting be a thing here. I've heard that a lot of LA comedians have podcasts. Pretty much, like, it almost became the thing that you do. You have a Twitter account, yeah. You do Facebook, you do podcasts. So Matt, when did you move to LA? Well, 6 years ago I got cast on a TV show. Thank you, this is terrifying. This is the scariest gig I've ever done. And I say that as a Jew who once got booked for an Islamic community center. And it was a big TV show over here, so that got me a lot of people who knew who I was, that let me tour America and headline. What's the difference in humor, like American humor? I think it's the same. Apart from anything else, everyone watches the same stuff now with YouTube and everything. I think the only difference is the rhythm is slightly different. Uh-huh. And they have things that we don't have as well, where they do a lot of stand-up on the late-night talk shows. Yeah. Well, was that one of your goals, to do like a late-night set? Yeah, right. Totally is, because it's such an American mine as thing. Well. It's such an American thing. Yeah. Just the feeling that, the curtain opens and you walk this out in your shiny clothes and you just go straight out. And yeah, you're making me jealous. Well, you got to be here for a little bit longer. It'll happen. I should. Yeah, that's why you have to be here. You got to make it in America. Everything in English, and I have to move here. And you have to get on one of the late night shows. Yeah, and on a late night show. So, got to do a lot till I make it here. Yeah. Ik weet niet of een podcast iets voor mij is, maar het is anderhalf uur babbelen en misschien moet ik er gewoon aan wennen. Het is niet alleen een late night programma, het is ook een podcast maken, het is ook twitteren, het is ook Facebooken. Alleen maar om gewoon een publiek aan te boren. En ja, dat moet ik denk ik ook doen. Hallo, this is the podcast from Stefan Pop. The Stefan Popcast. Normally in podcast you talk with other guests. And I don't know a lot of people in Los Angeles to do my podcast with. But if anyone wants to be a guest at my Stefan Popcast, find me on Facebook or Twitter or Tinder. Yeah, that's good. Sorry. Gaat het lukken? Jouw carrière? Ik weet niet, ik denk, ja. Je zit nog niet bij Conan. Snap? Wat snap? Ik vond iedereen met wie ik heb gesproken, vond ik goed. Ja. Maar dat was natuurlijk niet zo. Maar ik denk ook een beetje aan mijn eigen carrière dan. En denk zo bij mezelf, ja, weet je, misschien is je belangrijk. Dus ik vind hem ook goed. Ja, maar je begint hier ook al die mensen echt te leren kennen. Ja. Die comedians. Dat. Ja. Ik zou wel nog meer willen. Wat zou je dan willen? Ik wil dat als ik binnenkom dat mensen zeggen, wow, Stefan Pop is er. Ja, dat snap ik heel goed, die ambitie. Maar dan moet je natuurlijk heel veel hebben gespeeld. Zodat ze weten wat je doet. Ik moet ook op televisie. Op hoe lange termijn zie je een soort mogelijkheid? Nou, ik zie nog steeds wel een mogelijkheid. Alleen het duurt zo lang. Soms kijk je gewoon naar die gasten. En dat klinkt heel awesome, maar dan denk ik gewoon, dit moet ik gewoon kunnen. En dan is het doel nog steeds Conan of zoiets, een 5 minuten bij een late night? Of is het doel nu er helemaal bij horen? Nou, er helemaal bij horen, dat wil ik sowieso. Dat moet sowieso. Kijk even naar de Zweedse meisjes. Ze is nu serieus een soort porno aan het doen op het strand. Ik zet mijn zonnebril vast weer op. Ik ga weer even kijken. Ha 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 ha!
Ik hoop dat zij op Tinder zit. Die zou ik naar rechts swipen. Actually hate atheists. I hate atheists because so like every time that I jerk off, I'm fooling myself. I'm not being zo kut zijn. Ik heb dadelijk maar 5 minuten straks dat ik na 2 minuten alleen maar moet hoesten. Nu hebben de jongens van de podcast hebben een optreden geregeld voor mij in een alternatieve tent, om precies te zijn op de zolder van een Chinees restaurant. Dat schijnt dus echt een van de meest populaire alternatieve shows te zijn. Dus ik ben hartstikke trots dat ik daar mag optreden. De Comedy Club, The Palace, Authentic Chinese Cuisine. Het ziet er zo gek uit dit. Hey, hi. I'm part of the comedy show. He's here on a whirlwind tour of the U.S., all the way from the Netherlands. He's a delight. Please give a warm Comedy Palace welcome to Stefan Pop. Hello? Hi. I'm not religious. I don't believe in a God. But to be honest, I hate atheists. I hate them. I hate atheists. You know what? Because they always have that one argument that if you would believe in a God, you would be only fooling yourself. And listen, like, I don't believe in a God, but to be honest, like, I fool myself all the time. Like, every time that I jerk off, I'm fooling myself. I'm not being realistic about, like, oh yeah, I'm alone in my bedroom with my dick in my hand. This is so great. No. At that point, I'm fucking Scarlett Johansson. And of course, in the end, Scarlett Johansson is nowhere to be seen and she's never been around, but it works! It gets the job done! So, that's how I think about religion. No, I've never walked into a Chinese restaurant thinking, ah... Yeah, gonna see some comedy right now. He has big names here as well. You know, we're in LA, so many incredible comedians who live here, but they still have to work out new material. I think it's amazing that so many big comedians do these small rooms. Yeah. Like Stefan Pop. Thank you very much. Are you like the Brad Pitt of stand-up comedy in Amsterdam? Yeah. We zijn bij de wereldberoemde Comedy Storm en ik heb hier afgesproken met Samba Schutte. Dat is een comedian die ik ken vanuit Nederland en tegenwoordig speelt hij hier heel veel. En ik ben benieuwd hoe het hier met hem gaat, dus ik ga even met hem praten. Hoeveel jaar geleden ben je hier naartoe? 3 jaar geleden kwam ik hier naartoe. Omdat Engels mijn eerste taal was, wist ik dat ik ergens moest zijn waar ik het beste uit mezelf kon halen. Ik wist dat ik naar LA wou gaan, omdat het hier is het de mekka van entertainment, weet je. Hier heb je de grote comedy plekken. De Comedy Store, de Laugh Factory, de Improv, die bekend zijn, jarenlang bekend zijn. Je bent van 200 optredens in een jaar, zo'n beetje, gegaan naar 2-3 keer in de week hier in de Comedy Store. Klopt. Waar je dus 6 minuten en in het begin nog minder mocht spelen. Ja. Het verschil met Nederland is, in Nederland heb je misschien 150 comedians. Ja. In het hele land. In Los Angeles zelf heb je 7000 comedians. Die allemaal hetzelfde willen. Ja. Dus je moet jezelf zien te onderscheiden. Je moet een leuke jongen zijn, je moet ook goed zijn, maar je moet ook iets hebben te bieden. En dat heb jij dan wel. En dat is een voordeel, want je hebt Amsterdam en de Amsterdamse Comedy Festival. En dat is een kaart dat je altijd uit je zak kan trekken. Want, oh ja, ik doe shows in Amsterdam. En ineens ben je heel interessant, want je hebt iets te bieden. Als je niks te bieden hebt, dan weet je, moet ik met die jongen. Zo werkt dit hier. Ik vind die mentaliteit niet leuk, maar het is wel zo, je moet wel durven om jezelf te zijn. Hoe heb je het financieel dan gered? Kijk, die vraag vind ik heel irritant. Want het is eerst wat Nederlanders vragen. Je kan hier geen geld verdienen aan comedy, tenzij je op tv komt. Het is een eer om hier te spelen, dat is de mentaliteit hier. Maar ja, je moet ook blijven eten. Ik verdien mijn geld aan acteerwerk. Ja. Hello, and welcome to my shop. When a customer comes to fix his telephone, I put something very special on it. You see the light?
Yeah. Okay, now look. Oh my god. You see streetlight? Yeah. Same principle. Uh-huh. Again, I hack. Oh. Light out. Oh, here we go. All the cars is open. Als ik je de keuze stel, of je naam hier op de muur, of ik geef je die rol in zo'n film. Als ik moet kiezen, toch wel mijn naam op de muur. Ja. Want dat is er voor altijd. Ja, jouw naam ook. Hoe zeggen ze je naam hier trouwens? Stefan Pop. Oh yeah. Ja, ik ben Samba Shoot. Dus. Nice to meet you, Samba Shoot. Nice to meet you, Stefan Pop. Comedy show. Oh, really? Cool. This place is crowded. Don't mind you. I need some sex. Some sex with you. Cause you're on my mind. I can feel your sweat. Your body's wet. And I need some help. De Comedy Store. Ik ben druk bezig geweest deze week om te hasselen dat ik in een line-up sta. Het was niet heel makkelijk. Ik weet in ieder geval dat Samba komt kijken. En ik ben benieuwd wat hij van mijn set vindt. Of hij het nog heel Nederlands vindt of dat ik wel aardig Amerikaans bezig ben. Hey Tommy. Nice to meet you. Hi man. Yeah, so like tonight come up and work out. My point I try to convey to you is that it's a chance for you to get on the OR stage. To even just get on that stage, that's where Richard Pryor reinvented himself. Yeah. No matter what you've already done now, no matter how far you've come, there's more to find. Word er niet heel erg enthousiast van. We gaan 40 comedians gaan ze op het podium gooien vanavond. Die krijgen allemaal niet betaald. En het enige wat ze voorgeschoteld krijgen is de droom dat ze er ooit een keer gaan komen. Ik dacht dat ik een goede ingang had. Ja. En dan toch laat Tommy me elke keer als ze dan vraagt van kan ik nu? Zegt hij, komt zo. Ja. Nee, dat blijft hij doen. Kom zo. En dan is het in één keer 2 uur 's ochtends. Ja. En dan mag ik hem spelen. Ik heb nog niet gegeten namelijk. Nee, ik ook niet. Het is politiek, weet je. Het is gewoon... Je moet een ingang hebben. Je moet credits hebben. Ik dacht dat is ik al... Je hebt ingang. Je hebt credits. Ja. Maar ja, toch is het politiek. Niet, nou, laat ik zo zeggen, ik heb moeite met Tommy. Nee. Drink me zwak uit, laat ik het zo zeggen. Dat was een gozer die zei, hoe heet jij? Jij bent een van de volgende. Dus we moeten even gaan zitten. Super lang wachten. Niet optreden. Gast ging gewoon weg. Dat was de presentator. En toen was ik te trots om met Tommy te gaan. En toen dacht ik, fuck dit. Ik zeg niet dat ik heel veel dingen verwacht. Maar dat je wel gewoon normaal met mensen omgaat. En je laat niet iemand 4 uur wachten. En zeggen van, ja nee, je mag zo spelen. En na 4 uur heb ik nog steeds niet gespeeld. En het zal best wel wie er allemaal hebben gespeeld, maar ik ga hier nooit meer doen. Die pik ik gewoon niet. Ik heb er nu een tijdje over nagedacht en ik snap nog steeds gewoon helemaal niks van. Ik snap gewoon niet dat jij een club runt op die manier dat je iemand gewoon belooft dat hij speelt. Dat ik 4 uur wacht en dat je me niet laat optreden. Het is algemeen over de hele stad hoor. Er zijn vet veel loze beloftes al gedaan tegen me. Als je op het podium staat, dan wil je het te doen. En als dan andere mensen gewoon je het gevoel geven, je doet er niet toe. Dan snap ik wel dat er 7000 comedians zijn die allemaal willen optreden. Maar dat je een beetje normaler met mensen omgaat. In plaats van dat je iets belooft en dan niet waar maakt. Maar goed, misschien moet daar ook aan wennen.
$53 voor 5 minuten te laat. Kut! My girlfriend can tell that I've been smoking pot. I'm always amazed. One time we were driving in the car through sort of a bad neighborhood and I saw a bird and I turned to her and I go, why would a bird live in a poor neighborhood? She's like, are you high? I'm like, how do you know? When was the first time you did TV? You know, maybe like in the 90s. Yeah? In the 90s. What show was that? What show? My first show was Evening at the Improv, probably. Yeah. It's almost hard to watch. It's like, you know, my joke. You ever walking through the mall having a whole conversation with the person you thought was standing next to you? Would you please? Hey, when people take handicap spots at the mall, doesn't that bother you? You know what I do? I watch them take it. Then, as they're walking into the mall, I hit them with my car. Now you need the spot. How's it been going while you're here? Well, it's like, I'd love to riff more. But it's really hard in my second language, so I kind of stick with my material, and I'd like to let loose more and more. And the longer I'm here in the States, the more I can do that. But it, just the feeling that I can do alternative shows as well, this like that Comedy Palace, it warms me up. Right. Like it's cool to feel that I'm accepted. What was one thing you wanted, but you be honest with me, you wanted it, you were hoping when you came here, but you didn't get to do it. I really want to do like the. I want to be like the first Dutch comedian to do a late night show. I just want to have that confirmation. Right. Even like... You go back with a little bit of street cred. Yeah. How can I get myself out there and like that industry people would see me? You know, that's a good question. It comes being out here permanently. Uh-huh. Because you're out here, other comedians see you. And it's a lot of networking, which networking as a comedian is easy. It just means you have to like hanging out with other comedians. Yeah, just come out, hang out, do your thing, and then slowly it sort of happens. I wish I knew someone over at some show. I could make your dream come true. You could tell somebody you have a horrible disease at the Make-A-Wish Foundation. Yeah. Maybe they can get one. That's plan B. Het is niet vanzelfsprekend dat iemand als Todd Glass je gewoon uitnodigt bij hem thuis, hoor. En dat je dan zo over comedy kan praten. En ik merk toch op persoonlijk vlak ben ik echt heel blij hoe het gaat hier. Dat soort mensen zo betrokken zijn en met je mee willen denken en leuk vinden wat je doet. En professioneel moet ik die laatste stap nog maken. Dat ik wil gewoon heel graag de tv krijgen. En als hij zegt dat ik dan langer moet blijven. Ja, misschien is dat dan gewoon wat ik moet doen. Dat is wel uiteindelijk een droom. Ik heb naar de LA Improv gemaild, want ik ken wat mensen daar. En dat is gewoon een van de grootste clubs hier in Los Angeles. Dus daar moet ik gewoon spelen als ik hier ben. En dat ging wel goed. Want ik kreeg een e-mail terug. Thanks for your note, Stefan. We'll make some magic happen while you're here. En toen kreeg ik daarna de e-mail. Can you do a spot on Tuesday at our 8 p.m. show? En toen zei ik, ja. Tuurlijk, heel veel zin in. Maar je gaat vanavond spelen? Ja. En ga je dan... Niet zomaar spelen, hè? Wat dan? Het is een improv. Oh. Ik ga vanavond spelen. Het is echt alsof ik in fucking Sittard ga optreden. Okay. Niks tegen Sittard voor de rest. Oké, no pressure. Je gaat optreden in de improv in LA. Ja. Op een betaalde avond. Ja. Heb je je setlist af? Ik heb nu Hallo en Moses. Oké, Hallo Moses. Nou, ik vind dit al goed. Hallo Moses vind ik grappig. Ik vind dit al goed. En dan... wat zal ik eens doen?
Zal ik dan meteen een seksgrap maken? Tuurlijk. Want dan weten ze meteen waar jij over gaat. Stel dat je kut begint en je trekt het recht. Mm-hmm. En je haalt een 7. Ja. Niemand die onthoudt dan. Gewoon niemand. Nee. Dus daarom, zeg maar, staat hier hallo. En dan materiaal. Want als hij werkt en je kan het meenemen in je set en daarna gaat het ook goed. Dan kan je misschien een set spelen die je er bovenuit steekt. Ja. En dat ik die andere gasten eruit speel. En dat is uiteindelijk wat je moet doen. Ik vind dat je het wel serieus neemt voor een hobby. This next comic I got coming to stage, he's from Amsterdam, guys. He features for comics over there. Hilarious guy. Guys, put your hands together for Steppy Pop. Hello. Yeah, I'm from Amsterdam. I have one Amsterdam story, and it involves my mom. It's kind of weird. But I live in the center of Amsterdam, and so my mom calls me. She called me up and says, I'm coming by, and I want to have lunch with you. And I live like in the center, close to a market, and I was a little bit late. So I said, well, just walk around the market and just look around. And then she found this bag she wanted to buy, but she didn't have enough cash money with her, and her credit card didn't work. And you think you have a problem, but my mom has this great ability to talk to random strangers like they've been best friends forever. So she borrowed $10 or 10 euros in that case from a lady standing next to her, but she only told me this story like later that night. And I said, well, maybe it's a little bit late to bring back the money. And then my mom said, no, it's not too late to bring back the money. And I said, okay. So we were walking towards the center of Amsterdam, me and my mom, and we walked towards a red lighted canal because apparently my mom borrowed money from a prostitute. No, but there's nothing wrong with borrowing money from a prostitute. But you know how embarrassing it is to go with your mom to the red light district. And my mom goes up to the first random window and comes up with this useless information like, hey, hello, I'm Stefan's mom. We're looking for Natasha. Do you know where Natasha sits? Because we still owe her money. That's the only Amsterdam story I have. Thanks a lot. Get over Stefan Pop, guys. Fucking vet. Dit is wat ik heb verdiend. Wow. $8, hè? Gaan we clubben. Ik was wel $8 waard, toch? Hoop ik. Dat is echt goed. Maar er zat dus een gast na jou, die speelt bij Conan. Ja. Die heeft dat gedaan, die 5 minuten. Ja. Die was wel veel beter. Nee, maar dat kan. Ik zag het ook niet. Ik dacht, ja, het kan. Ja, ik denk ook echt. Maar het is een haalbaar. Ik denk echt dat een haalbare kaart is. Dat was echt leuk. Ik heb veel opgetreden. Ik ben blij ook hoe het ontvangen is. Ik vond het hartstikke leuk om al die comedians te leren kennen, op het podium en naast het podium. Ik heb ook echt het gevoel dat ik ben toegelaten tot de groep comedians die hier in Los Angeles speelt. Ook al zijn het er 7000. Uiteraard ben ik ook wel een beetje teleurgesteld dat ik nog steeds het gevoel heb dat ik erg ver afsta van het televisieoptreden. Maar wat ik heb gemerkt is dat ik als ik maar gewoon blijf twitteren en een podcast begin en mezelf maar blijf verkopen, dat wellicht mogelijk is. Ik hou er wel vertrouwen in. Ik denk serieus dat het me gaat lukken op een dag. Ik denk echt, als ik naar het niveau kijk, dan moet ik dat gewoon aankunnen. En daar kom ik zeker voor terug. En niet één keer, maar twee keer of drie keer. Maakt niet uit. Net zolang tot het me gelukt is. Hey, ik heb een match. Like a sound you hear that lingers in your ear, but you can't forget from sundown